Voilà, waar gaan we het vandaag dus over hebben? Ik heb al een tipje van de sluier opgelicht. Maar waarom is het in het C inderdaad zo belangrijk om bovenaan te staan in die zoekmachines? Want we kunnen dat wel zeggen van, je moet daar staan. Maar waarom precies? Daar gaan we eens naar kijken. Ook dit heb ik al aangehaald. We gaan zowel kijken naar de organische lijst van de zoekmachines. En we spreken voornamelijk over Google. Jullie gaan zo dadelijk zien waarom. Dus dat heeft betrekking tot SEO, Search Engine optimisation, je wil zodanig goed jouw jou website en dergelijke gaan afstellen, zodanig dat je door Google als heel relevant gezien wordt. Ja. Daarnaast gaan we het ook spiegelen aan SEA, dat zijn dus advertenties binnen de zoekmachines. Dus die twee zijn twee aparte werelden. We gaan even kijken naar waar zit het verschil en waar kan ik best mijn inspanningen in gaan, uh, gaan inzetten. Waarom is SEO zo belangrijk in het algemeen? Lichten we ook even toe. En we gaan uiteraard dieper daarin duiken en gaan kijken naar wat zijn de goede ingrediënten vandaag de dag om succesvol te zijn met asiel. Dus, finaal gaan we uiteraard ook een paar praktische tips meegeven die jullie verder op weg kunnen helpen. Eh, misschien daarop voortgaan, want ik heb zoals gezegd een aantal cijfers, maar wie heeft een idee hoeveel, en, en druk het misschien uit in een percentage, hoeveel procent van de internetgebruikers. Vandaag de dag in de afgelopen maand zeg maar een opzoeking via een zoekmotor gedaan hebben. Hebben jullie daar een idee van? De gerust is een wilde gok zou ik zeggen. Percentage geweest. Wie heeft de afgelopen maand een, een opzoeking via een zoekmotor gedaan? Wat een idee? Niet direct? Zal ik dan meteen met de deur in huis vallen door het cijfer mee te de geven? dit zijn er antwoorden. Ah, oké, okay. excuses. Maar ja, kun je dat eens een idee geven van de gokken die er komen? Elke zegt 99,99%. ,99 ah, dat is een straf. Ja. En Jana zegt 98%. Oké, okay, oké. Okay. Doe mij plezier dat we, dat we heel erg in de buurt zitten, want het is effectief zo dat bijna 98% van alle internetgebruikers, van de actieve bevolking, zeg maar. We kijken naar een doelgroep tussen de 16 en de 64 jaar ongeveer. Die heeft de afgelopen maand een zoekmotor gebruikt. Kan via computertoestel geweest zijn, kan via een mobiel toestel geweest zijn. Dus dat duidt mensen, nogmaals, ik val in herhaling, maar het is ook zo belangrijk, dat elke business vandaag de dag online in die zoekmachines aanwezig moet zijn. Want iedereen, u, ik... Iedereen in ons gezin, in onze omgeving, onze vrienden, die gaat op internet gaan zoeken. Hè. Of dat het nu is om smiddags een broodje te gaan eten, hè, gezien de timing vandaag. Um, of dat het nu is om omgevingbekleding te bestellen. We gaan op internet gaan zoeken. Ja. Interessant daarbij ook, zonder jullie met heel veel getallen rond de oren te slaan, maar om toch jullie een idee te geven. Ongeveer 83% zoekt online naar producten of diensten want het zijn niet altijd fysieke producten, met de intentie om ook effectief tot een koop over te gaan. En dat is cruciaal natuurlijk, hè? want we kunnen wel zeggen van oh, dat is tof om kliks om te krijgen in een zoekmotor, naar mijn website, heel leuk. Maar je wil uiteraard finaal een product of een dienst aanbieden, waar dan je iets mee verdient, omzet genereert en klantenbinding kan bekomen. Ja. Nu, laatste cijfer, om dat uh, ja, af te ronden, deze slide, zeg maar. Uh, meer dan 80%, dus vier op de vijf mensen, Bezoekt ook uh, online een shop of een website van een winkel. Dus eens dat ze jou gevonden hebben in bijvoorbeeld Google, dan gaan zij ook effectief wel verdere stappen ondernemen om tot een effectieve aankoop of een bezoek in een winkel of dergelijke te gaan kopen. Ja. En ook dat is iets is, is dat toch wel veranderd is. Uh, Laten we zeggen in het jaar 1993, als mijn wasmachine kapot was, ja, dan had ik een probleem en ging ik uh, wellicht naar de winkel stappen om alle info te gaan krijgen. Vandaag de dag is dat anders. Hè? Als deze namiddag mijn, mijn mille in pannen valt, om het zo te zeggen, dan ga ik hoogstwaarschijnlijk mijn GSM pakken en direct een op opzoeking doen naar een nieuw mogelijk toestel, naar vervanging. Dus dat is een, een wereld die echt wel op zijn kop staat sinds, sinds een aantal jaren, meer en meer de laatste jaren. En we gaan ook uiteraard veel meer online gaan shoppen in die end. Ja, dus die conversie, de overgang van een klik tot een effectieve aankoop, die is enorm aan het stijgen. En dat is trouwens ook geboomd sinds corona. En gelukkig heeft corona ook toch een paar positieve effecten op dat vlak. Voilà. Hopelijk geeft dat een beetje een beeld van: oké, okay, het belang van SEO dat is er toch echt wel. Ik hoop dat jullie in deze mee zijn, dat ik dat niet meer moet verdedigen. Maar ik wil nog iets dieper inzoomen op die conversie, zoals dat dan heet. Want het gaat inderdaad finaal om klanten hebben om verkoop te doen. Dat is waarvoor dat jullie een business ook gestart zijn. Jullie willen een gebruiker helpen en als het eventjes kan daar ook uiteraard jullie brood aan verdienen. Wat we zien, als we kijken naar specifieke merken, is dat 33, nee, 38%, liever, 38 ontdekt ook nieuwe merken via Google bijvoorbeeld. Want als iemand iets gaat gaan zoeken, zeg maar iets, hevel, bekleding en wetteren, dan is die misschien nog niet altijd op de hoogte van wat het aanbod is. Dus het is uitermate belangrijk om daar ook jou te gaan positioneren, als dat voor jou een interessante klant is. Is meteen ook iets dat ik meegeef. Je wil uiteraard ook niet gevonden worden op zaken die niet zinvol zijn voor je. Wat je bijvoorbeeld niet wil, is bijvoorbeeld gewoon op uh, dakwerk in België gevonden worden. Want dan sla je misschien een beetje de bal mis, terwijl je gewoon klanten voor alleen platte daken uit Gent wil. Dat zou zomaar kunnen. Dus de kunst is om op de juiste zaken ook naar boven te komen. Ja. 62% gebruikt zoekmachines om. Effectief naar merken te gaan zoeken. Dus zelfs als ze jou kennen, gaan ze alsnog ook een zoekactie doen. Dus het is niet voldoende vandaag de dag om te zeggen: oh, Mensen kennen mij, er is heel veel mond aan mond, hè, mijn business draait. Nee, ook dan moet je online echt verankerd zijn en goed gevonden worden. Klanten verwachten dat, gebruikers en consumenten verwachten dat. En ze zien dat ook een stukje als jouw merkidentiteit. Stel dat ze heel goede dingen van jou horen offline, niet op het internet. Gewoon in de dag dagelijkse wereld. Dan willen ze ook datzelfde verhaal, diezelfde huisstijl, diezelfde reputatie, willen ze ook online gaan zien. Dus daar moet je ook aandacht voor hebben. En 75%, dat is het laatste getal dat ik meegeef, koopt ook uiteindelijk een product online. Als zij je natuurlijk in de eerste plaats goed gevonden hebben. Dus doe je die oefening helemaal goed, dan kan dat echt een enorme meerwaarde zijn om meer verkoop te gaan. Uh, genereren en Bart gaf daarnet het voorbeeld de laatste maanden is het jammer genoeg iets minder goed voor zijn zaak voor die heeft dat wel goed gewerkt dus het is het beste bewijs in deze sessie hè, dat als je dit goed aanpakt dat dat ook echt wat zijn vruchten kan offeren voilà uh, en we een stukje dieper in de materie ja uh, ik ga meteen een, een, een one naar de wereld insturen, door te zeggen dat. We spreken voor het gemak over Google, omdat 99% van alle zoekacties in België, via zoekmachines, via Google verloopt. Dus mia culpa, ik neem even Google in de mond. Hm. Um, dus het is zo dat de beste plek om een, een lijk te verstoppen, hè, zo zegt men toch in de volksmond op digitaal vlak, de beste plek om een lijk te verstoppen, is de tweede pagina van Google. Lijkt misschien een hele rare slagzin, maar het is eigenlijk de nagel op de kop. Hè? Want vandaag de dag gaan u en ik niet naar de tweede, derde, vierde pagina van Google gaan kijken. Hè? Nee, wij zijn allemaal, denk ik toch te mogen zeggen, drukbezette mensen die misschien ook wel weinig geduld hebben en snel een antwoord willen op hetgeen dat wij zoeken. Ja. Dus het is de kunst om zo hoog mogelijk in Google te gaan scoren op die eerste pagina. Ik geef meteen ook een kanttekening mee. Stel dat er ooit iemand is ja, die in digitale, uh, de digitale branche actief is en die u belooft om op de eerste plek van Google te staan, dan moet je daar een vraagteken bij zetten. Want niemand, ik herhaal, niemand kan u garanderen dat je op de eerste plaats in Google staat. Waarom? Zoals dat ik aangaf, er zijn meer dan 200 parameters die bepalen waar dat je je net gaat situeren. Plus, het is afhankelijk van het moment, de uh, concurrentie die daar staat. Heel veel zaken. Dus uiteraard hè, is het de bedoeling, dat is ook wat wij bijvoorbeeld doen als marketingbedrijf, om je zo hoog mogelijk in Google te gaan positioneren. En dat lukt ons ook heel aardig. Maar niemand kan u daar een, een zekere positie gaan garanteren. Dat ja, wil ik toch eventjes heel duidelijk meegeven, om daar transparant in te zijn. Plakken we er terug een paar getallen op, dan zie je dat 60% van alle organische kliks, dus in de gewone lijst van Google, zoals jullie die hier zien, ja, die gaat eigenlijk naar de eerste positie. Dus als je daar kan staan, ja, dan heb je natuurlijk een enorm groot ja, marktaandeel. Zeg maar. Dan heb je een heel groot deel van de clicks die je naar jou kan trekken. Ook een vrij groot deel gaat nog naar het tweede, derde resultaat. Maar het zijn vooral die eerste drie die daar met de, de grootste hoop clicks gaan, gaan lopen. Ja, dus die eerste pagina, daar is het dan echt wel om te doen. Nu, we hebben gezegd, we hebben twee werelden in Google. Ja. Als je kijkt naar de Bladspiegel, als je een zoekactie doet, dan heb je advertenties. Dat is heel herkenbaar, denk ik. Dat kan je herkennen aan het feit dat advertentie daarbij vermeld staat. En advertenties die kunnen bovenaan staan of die kunnen onderaan staan. Vroeger was er ook nog een sectie rechts, maar die is sinds een x aantal jaar, pardon, excuseer, sinds een x aantal jaar is die weggelaten, omdat dat op mobiele toestellen niet zo makkelijk raadpleegbaar is. Dus dat zien we niet meer. Ja. Nu, dit wil ik eventjes meer belichten, hè, die search engine advertising. Want wat is dat dan? Wel, daar ga je eigenlijk een soort kost per klik betalen. Ja. Je gaat daar eigenlijk vrij makkelijk kunnen getoond worden en jij betaalt een kleine fee, zeg maar, een klein bedrag per klik die je zo naar jouw website kan krijgen is een soort systeem qua opbod. Wie, wie daar een stukje meer betaalt, zal daar hoogstwaarschijnlijk iets hoger staan. Maar het is niet enkel het budget dat dat zal bepalen. Want, en daar komt SEO terug in de picture. Als jij bijvoorbeeld geen goede website hebt, die heel degelijke inhoud en zo heeft, dan zal jouw advertentie ook niet goed werken. Logisch eigenlijk, want Google zal zeggen: ja, maar ja, wacht, je wil adverteren en dat is goed. Hè? Maar als wij klanten of gebruikers. Mensen die iets zoeken, sturen naar een website die niet deugt of die niet goed in elkaar zit. Ja, dan gaan we je uiteraard niet te hoog tonen in die advertenties. Dus je ziet al of je hoort al meteen dat SEO en SEA hand in hand gaan. Dat adverteren, daar ga ik hier niet te diep op in. Ik weet dat dat een heel sterke mogelijkheid kan zijn om jouw merk extra kracht bij te zetten en extra visibiliteit te krijgen. Maar de basis, dat heb ik aan het begin van de sessie aangehaald, ligt vooral in SEO, waar we het vandaag weer over hebben. Onze betrachting, en dat zou de betrachting van elk Belgisch bedrijf in eerste instantie moeten zijn. Bart heeft mij dat ook bijgetreden, waarvoor dank. Zou die gewone lijst moeten zijn van Google. Want je wil uiteraard daar in de eerste plaats goed scoren, wat logisch lijkt. Hè? In de gewone lijst van Google, waar iedereen het meest gaat gaan kijken, daar wil je met jouw gegevens, met jouw website goed gaan scoren. Ja. Dus dat is toch ja, echt wel de basis waar dat we moeten naar kijken. Um, Oké, okay. zetten we die twee een beetje naast elkaar. Dan kan ik ook meteen een beetje een vergelijking maken. Op het vlak van SEO is vooral de betrouwbaarheid een heel belangrijk iets. Zo dadelijk nog iets meer details daarover. Maar als jij niet als heel waarachtig en betrouwbaar gezien wordt, dan zal je in de gewone lijst van Google niet, of nooit zelfs, goed kunnen scoren. Stel dat je bijvoorbeeld probeert te foefelen door te zeggen van ah, Um, dakwerken daar wordt heel veel op gezocht. Hè? Ik weet dat er zijn heel veel zoekacties naar. Maar ik ben eigenlijk actief in um, in isolatie. Dus ik ga werken met trefwoorden die naar dakwerken sturen, maar uiteindelijk laat ik het doorsturen naar een website over isolatie. Ja, dan gaat Google dat niet zo geweldig vinden natuurlijk. Hè? Dus alles wat betrouwbaarheid, echtheid, juistheid betreft, dat gaat een enorm belang hebben. Voor SEA is betrouwbaarheid ook belangrijk. Maar daar kan je eigenlijk veel makkelijker tegen een, een bepaalde kost ook in de advertenties gaan staan. Voor SEO is er geen extra kost in C te voorzien. Het is niet zo dat je Google dient te betalen om opgenomen te worden in de natuurlijke lijst van Google. Dat is niet zo. Nee, je scoort in Google door relevant te zijn, zoals dat we gezegd hebben. Terwijl bij SEA is daar eh, wel een zekere kost aan gelinkt. Omdat er natuurlijk met advertenties gewerkt wordt. Ik wil niet zeggen dat dat daarom slechter is, maar het is een heel andere benadering. We hebben gezegd, voor SEO heeft dat een CG meer kost. Wil je natuurlijk wel dat experten dit in handen gaan nemen en dit helemaal op punt gaan zetten, ja, dan kan daar natuurlijk wel een zekere investering tegenover staan. Maar het is niet zo dat Google gaat kijken, ah, de ene, het ene bedrijf in een bepaalde sector heeft 100 euro daarin gepompt, een ander 1000 euro. We gaan die zo gaan positioneren in de lijst. Nee. Google gaat niet naar dat budget kijken, Google gaat kijken naar welk bedrijf heeft dat het beste aangepakt. Logischerwijs, als je daar een expert voor inschakelt, zullen dat natuurlijk ook zeker zijn effect moeten hebben. Dat wel Wat targeting op locatie betreft, wil ik zeker even bij stilstaan, want dat is heel belangrijk. Dat is een heel belangrijk punt. SEO-matig kan je heel makkelijk op jouw eigen locatie naar boven komen. Stel, je doet gevelbekleding in Wetteren, dan kan je, als je die info in je website stopt, in de titels, in de contactinformatie, op het kaartje, noem maar op, dan zal je SEO-matig normaal gezien op gevelbekleding bekleding en wetteren vrij goed kunnen scoren. Ja. Wil je nu ook bijvoorbeeld vanuit wetteren eh, klanten aanspreken in Oostende of in Limburg, dan gaat dat SEO-matig heel moeilijk zijn. Want voor Google is dat niet relevant, Limburg of Oostende. Want Google denkt, jouw zaak zit in wetteren. Ja. Kunnen jullie mij een beetje volgen op dat vlak? Misschien een paar mensen die mij kunnen meegeven, dat ze mij kunnen volgen via het unmuten van zichzelf. Victor? Ik hoor niet direct iemand, maar ik ga ervan uit dat jullie mij kunnen volgen. Dus SEO-matig wordt er vooral gekeken naar de thuislocatie van een bedrijf. Wil je toch op andere locaties gaan scoren, ja, dan kan je dat best doen via SEA. Het is zelfs een beetje een must. Ja? Want Google gaat inderdaad zeggen, als jij op andere locaties wil scoren, dan moet je daarop adverteren. Stel nog, uh, nog eens mijn woorden met kracht bij, in die zin dat je eerst best SEO-matig zorgt dat je eigen locatie en omgeving dat die heel goed getriggerd wordt. Alvorens verder te kijken. Succes op korte termijn dat kan je vooral met SEO hebben, want je kan direct beginnen adverteren in Google. Wat dat SEO betreft is dat eerder lange termijn. Het is niet zo dat als je morgen een website op punt stelt en aan alle regels van Google voldoet, voldoet liever dat je daar direct de eerste posities gaat bekleden. Nee, dat gaat een beetje tijd vragen. Het voordeel van SEA is dan weer dat je op heel gerichte keywords kan gaan werken. Ook qua locatie bijvoorbeeld. Zodat je enkel op die keywords ook naar boven komt. Er staat hier ook bij vermeld dat remarketing mogelijk is. Wat wil dat zeggen? Wel, stel dat je bijvoorbeeld, we gaan het allemaal kennen, dat je de afgelopen weken naar een reis op zoek was. Ja, heel actueel, denk ik, gezien de vakantie die er nu is. Wel, dan ga je zien dat je, wanneer je geen um, deal gaat sluiten met een reisbureau bijvoorbeeld, en je bent gewoon aan het rondzoeken en je hebt nog niet direct iets beslist, dat je misschien wel na een paar weken tijd, of zelfs na een paar uren of dagen tijd, Advertenties gaat krijgen op andere plaatsen die met reizen te maken hebben. En die je bijvoorbeeld toch proberen te triggeren om die reis naar Aruba nu toch maar te gaan vastleggen. Ja. Dus dat soort boodschappen die we terugkrijgen, hè, soms heel opvallend van, hé, ik heb daar naar gezocht en ik krijg nu toevallig die, die advertenties te zien. Wel, dat is niet zo toevallig, dat is ook SEA, dat is ook Search Engine Advertising. Want Google weet, ah, je hebt daar naar gezocht, dat kan mogelijk interessant zijn voor je. Ja. Ik ga eens even uit de sessie, want ik wil jullie gezichten en feedback al, feedback al eens even tussendoor. Maar wat zegt dat tot nu? Uh, ga ik niet te snel? Kunnen jullie een beetje volgen in mijn redenering? Ik zie een paar hoofden schudden. Dat lijkt oké. Okay. right. Dan neem ik de vrijheid om terug mijn scherm te delen, maar ik vind het ook belangrijk om te zien dat we op dezelfde pace zitten. Voilà, dus dat, dat geeft bij deze toch een beetje een, een vergelijk tussen SEO en SEA. He, beide zijn belangrijk, beide zijn versterkend aan elkaar, als je de beide goed inzet. Maar ik denk dat we het erover eens zijn dat SEO, dat eerst aanpakken, best de basis. Daar moet eerst naar gekeken worden. Oké, okay. dan zijn er vanzelfsprekend een aantal elementen die we goed zouden moeten aanpakken om die in SEO inderdaad goed te krijgen. En jouw bedrijf naar de top te sturen in de Google-resultaten. Jullie zien hier al meteen een aantal zaken die daarin meespelen. Tijd, daar bedoelen we voornamelijk mee de laadtijd van een website. Wat dat bijvoorbeeld niet goed is, is dat je 300 hele zware foto's en video's op jouw website staan hebt, want dan gaat de laadtijd heel traag zijn. Um, ook de inhoud is belangrijk. En daar wil ik mij toch ook even voor naar jullie richten. Wat zijn volgens jullie inhoudelijk belangrijke zaken die meespelen om op Google goed gevonden te worden binnen jouw website? Kunnen jullie mij daar een idee van geven? Van wat daar mogelijk belangrijk is. Oeps, ik keer even een slide terug. Excuses. Wat zou belangrijk zijn in jouw website om aan te pakken? En misschien niet via de chat, doe het even mondeling, dan kan ik jullie ideeën ook uh, horen. Wat een idee? Bartje staat nog op mute. <laughs> voilà. Ik denk vooral omdat we als webwinkel uh, zijn, dat we heel korte titelomschrijvingen gaan doen. Hè? Dus effectief ja. minder dan 65 of minder dan 66 uh, tekens om gewoon aan te tonen van, ik bijvoorbeeld, om het heel eenvoudig te maken, Nico Anthraciet Stopcontact. En niet daar nog, ik weet niet, pup, alle pup er nog bij zetten, wat het juist ja. is. Want we ja. kunnen daar, er uh, zijn zoveel mogelijkheden dat, dat we effectief gaan kijken naar de lengte van de titel. De rest, en dan natuurlijk de korte omschrijving, dat, dat ook meegegeven wordt. de rest ben ik eigenlijk een beetje vragen de partij wat we nog kunnen Just. beter doen. eigenlijk. Ja, uh, ik ik hoor dat meteen een aantal goede dingen. Ik, ik maak mijn verhaal even volledig, dus de laatheid, de inhoud. Kom ik zo dadelijk op terug, Bart? Eh, het design van jouw website is uiteraard ook in zekere mate belangrijk. Hè? Eh, het is niet alles verheerlijkend, maar als jouw design natuurlijk niet goed is, dan riskeer je dat mensen jou wel vinden, maar dat ze nadien afhaken omdat jouw website er niet goed uitziet. Dat is niet 100% met SEO te maken, maar het heeft wel een belang, uiteraard. Want je wil je, ja, je inspanningen ook niet er niet toe natuurlijk. Eh, er zijn een aantal technische zaken die goed moeten zitten, en ook de beveiliging is vandaag de dag belangrijk. kom ik zo dadelijk ook dieper op terug. Wat die inhoud betreft, wat zijn zaken die belangrijk zijn? Ik heb het al aangegeven: er zijn honderden parameters die daar een rol in spelen. Eén belangrijke zijn trefwoorden, titels. Die moeten heel logisch zijn, inderdaad, niet te lang. Die moeten to the point zijn en heel overzichtelijk. Dus inderdaad, Bart, het is beter om ze kort, bondig en heel juist te plaatsen dan daar een heel verhaal achter te hangen. En wat we bijvoorbeeld in het verleden vaak zagen, is dat mensen bepaalde trefwoorden honderden keren op een website plaatsten. Ja, dat heeft 0,0. Meerwaarde vandaag de dag. Eén, het is niet makkelijk leesbaar voor een eindklant. En daar willen we tenslotte het vooral voor doen, uiteraard. En twee, Google is ook slimmer vandaag de dag en ziet dat soort zaken. Ja? Dus de boodschap is: probeer daar niet in te foefelen of trucjes uit te halen. Probeer zo waarachtig mogelijk jouw verhaal mee te geven voor de eindklant. En zet uiteraard jouw activiteiten in een titel en ook in de tekst, maar ook niet meer dan een paar keren, bijvoorbeeld. Duidelijke alignering, ook een belangrijk punt. Opnieuw komt de leesbaarheid voor de eindklant, letterlijk ten goede. Maar ook de leesbaarheid door Google. In plaats van één elle lange tekst is opdeling ook makkelijker leesbaar voor Google. Titels, ondertitels moeten heel duidelijk zijn, goed gestructureerd. Iets dat vaak vergeten wordt, is bijvoorbeeld ook het benoemen van foto's. Wij nemen een foto met ons fototoestel, met onze, met onze gsm. Maar die foto dat heeft de naam 1xb en zo verder op ons toestel. Als we die op onze website plaatsen, moeten we die ook een logische benaming geven. Bijvoorbeeld Nico-afdekplaatje. Weet ik veel. Hè? Moet ook meer logisch zijn, moet ook terug kunnen opgepikt worden door Google. Ja? Um, het zijn een aantal zaken die ik al meegeef, maar de inhoud is oh, oh, zo belangrijk. Ja? Um, dingen die nog meespelen, en die vandaag de dag belangrijker worden, dat is het zogenaamde IAT-principe. De E die staat voor expertise. Hoe kan je die expertise tonen aan Google? Wel door bijvoorbeeld met een blogsectie te werken op jouw website. Een blogsectie zorgt ervoor dat er ook een stuk meer dynamiek in jouw website komt. Want ja, de beschrijving van jouw producten, wie je bent, wat je doet, dat verandert misschien niet elke dag, zou ik denken. Maar een blogsectie kan wel een dynamisch gegeven zijn, wat weer heel goed door Google opgepikt wordt. En wat kan je bijvoorbeeld met die blog doen? Wel, dat is niet enkel informatie geven over jouw eigen zaak. Dat kan zinvol zijn. En wel, de info bijvoorbeeld over een open deurdag dat kan zeker zinvol zijn. Maar ook info over jouw sector is daar bijvoorbeeld in, uh, interessant. Stel je voor dat je een garage zijt, dan kan het bijvoorbeeld interessant zijn om een artikel over jouw open deurdag daarop te plaatsen, maar even goed over het aankomende autosalon bijvoorbeeld. Want dat toont dat je begaan bent met het bredere verhaal van jouw sector. En mensen gaan ook sneller jouw website eens gaan bekijken, omdat ze daar heel relevante eh, informatie kunnen vinden, uiteraard. Ja. En opnieuw, Google vindt dat interessant, want je bent weer heel relevant. Het keyword, weet je nog? Hè? Het, 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 het basiswoord waar we van uitgaan. Relevantie is key. Wat speelt daar nog op in? Dat is autoriteit. Hè? Als jij een autoriteit kan zijn binnen jouw sector. We hadden hier de verschillende sectoren, gevelbekleding, automobielsector, noem maar op. Als jij er een referentie in kan zijn, een autoriteit, ja, dan vindt Google dat helemaal prima natuurlijk. Hè. Dan ga je heel hoog scoren. Wat daar bijvoorbeeld nog toe kan bijdragen, is de juiste inkomende en uitgaande linken. Even voorbeeld: je bent een ramenverdeler in Wetteren. Ja. Als jij een partnership hebt met Velux, je bent daar officieel verdeler van, ja, dan is het natuurlijk heel zinvol om een uitgaande en een inkomende link naar de Velux-site bijvoorbeeld te leggen. Want dan gaat Google opnieuw denken: ik val in herhaling, maar het is o zo juist en, en waar. Dan gaat Google zeggen: aha, eh, dat is een heel betrouwbare Ramenman, die werkt met een heel degelijk merk, die gaan we terug een stukje hoger inschatten. Betrouwbaarheid, hoe kan je daarop inspelen? Ja, dat heeft natuurlijk voornamelijk alles met privacy, met beveiliging en dergelijke te maken. Ik ga er zo dadelijk ook een woordje meer over zeggen, maar dat is ook iets dat in 2022 niet meer weg te denken is natuurlijk. We zitten met z'n allen op het internet, we kopen met z'n allen op het internet, dus onze identiteit en de veiligheid van ons als internetgebruiker, die moet natuurlijk ten alle tijde ook gevrijwaard worden en beschermd worden. Nu die dat ik nog wil meegeven en dat soms over het hoofd gezien wordt, is dat de info op jouw webpagina ook altijd up to date moet zijn. En sommigen gaan nu misschien zeggen, ja, dat is toch logisch. Gemaakt dat je openingsuren en zo correct zijn, eh, allemaal vrij logisch. Maar we zien daar toch vaak nog nog ja, laat zeggen, fouten tegengemaakt. Hè. Soms vergeten mensen dat personeel al niet meer in dienst is, maar wel nog met foto's op de website staat. Dat het prijsaanbod niet meer actueel is, want er is misschien een indexatie bijvoorbeeld, hè, in de huidige conjunctuur, ik zeg maar iets. De info op het mobiele toestel ziet er ook anders uit, of is al niet meer up-to-date. Dus denk daar echt wel heel breed om ervoor te zorgen dat je met alle info altijd ja, bij bent. Hè. Dat is o oh zo belangrijk. Ja, opnieuw, dat draagt bij tot de relevantie van jouw bedrijf op het internet en op Google. Onrechtstreeks, en lijkt misschien minder evident, maar ook de aanwezigheid op social media heeft een impact op jouw SEO-vindbaarheid. Want stel dat jij een heel degelijk profiel op Facebook, Instagram en andere couranten social media hebt vandaag de dag, ook dat gaat Google naar waarde schatten. Want het zorgt voor extra zichtbaarheid, Extra inkomen en uitgaan, bijvoorbeeld. Het zorgt voor brand awareness. Mensen gaan jouw merk, jouw verhaal, jouw producten en diensten terug gaan zien op een andere manier. En het geeft ook weer vertrouwen aan Google en ook aan de eindconsument. Stel dat die consument bijvoorbeeld naar jouw merk op zoek gaat en die ziet niet enkel jouw website, maar die ziet jou ook in het kaartje van Google, die ziet de link naar jouw Facebook-pagina, naar jouw Instagram-pagina. Ja, dan kom je als heel Waarachtig terug, uh, terug naar voren. Het lijkt allemaal zo evident, maar het is echt wel iets waar we moeten, uh, moeten aandacht aan schenken. Zo kom ik bij mijn stokpaardje. Uh, iets waar dat ik zelf een hekel aan heb, als ik het nog zie, gebeurt gelukkig minder en minder. Maar websites die niet aangepast zijn aan mobiele toestellen. Uh, ik denk dat wij ook allemaal echt wel een paar minuten, laat staan uren op onze telefoon zitten per dag. Dus het is ondenkbaar. Ik verwoord het vrij hard, maar het is in mijn ogen gewoon ondenkbaar dat we vandaag de dag een website zouden hebben die niet aangepast is aan elk mobiel toestel. Mocht dat het geval zijn, ja, dan mis je gewoon een heel groot deel van de zoekacties die er vandaag de dag gebeuren. Want 60 à 70 procent van alle zoekacties over alle businessen heen gebeuren mobiel en niet via een computer. Dus die deur doe je anders gewoon dicht en daar moet je gewoon echt wel aan denken. Ja. Oké. Okay. Nu, snelheid hebben we ook al gezegd. De laadtijd van een website. Dat is ook een cruciaal iets om ervoor te zorgen dat jouw website door Google goed opgepikt wordt. Ik heb hier een paar zware termen uitgehaald, maar het is eigenlijk vrij simpel uit te leggen. Maar er zijn een aantal zaken die je natuurlijk ten alle tijden wil vermijden. En het zal heel herkenbaar zijn, denk ik, wat ik hier ga zeggen. Een eerste iets is de zogenaamde layout shift. Dat is de mate waarin dat je pagina. Heen en weer beweegt, beweegt of verspringt bij het laden van je website. Ja, niet zo vervelend als dat je op een website zit en dat de content of de inhoud continu verspringt natuurlijk. Dat is niet bij te houden, dat is niet fijn. En wat gaat er 9 op de 10 gebeuren? Je gaat wegklikken. En zo stuur je mensen naar jouw concurrenten het tweede element dat belangrijk is, is de largest contentful paint. Moeilijke benaming opnieuw, maar onthou vooral het volgende. Dat is de tijd die een beslag neemt, of die nodig is, voor het grootste element op jouw webpagina dat moet laden. Ik heb het al aangehaald, stel dat je bijvoorbeeld een heel zware video hebt, ja, dan gaat dat ook hele rare dingen mogelijk doen op jouw website. Hè. Als dat nog moet laden, is het niet zo fijn, niet zo aangenaam. En dan een laatste is de first input delay. Ja, dat is ook de mogelijke vertraging die een gebruiker merkt als hij effectief iets doet. Dat is helemaal vervelend natuurlijk. Hè? Je ziet een doorlink staan of je wil een bestelling doen of een contactformulier invullen. En als je daarop klikt, ja, dan uh, valt de boel in duigen. Dat is helemaal uh, gek worden zou ik denken. Dat zijn ook allemaal zaken waarvan je je nu kan afvragen van ja, hoe speel ik daar dan op in? Wel, daar kunnen specialisten zoals wij bij FCR een antwoord op geven. Maar ik wil voornamelijk dat jullie daarover nadenken. En als jullie zo'n zaken zien, weet dan dat dat echt niet oké okay is. Dat een consument dat vandaag de dag ook niet... Niet aanvaardbaar. Zijn er uiteraard ook een aantal technische factor, factoren? We hebben al deels aangehaald. De titels moeten goed zitten, de tussentitels. de trefwoorden. Dat is een hele belangrijke en een hele logische. Als je dakwerken doet in wetteren, dan wil je natuurlijk dat dakwerken in wetteren goed naar boven komt. Met alle specialiteiten die daarbij horen, hoogstwaarschijnlijk. Um, maar denk bijvoorbeeld ook aan, dat is een hele belangrijke ook, duplicated content. Wie houdt dat in? Wel, je zou eigenlijk makkelijk inhoud kunnen kopiëren op jouw Facebook-pagina en op andere pagina's die op jouw website ook staat. Ja. Maar dat is niet zo'n goed idee. Want als Google dezelfde inhoud op verschillende plaatsen ziet, ja, dan ziet hij dat als duplicated content of dubbele inhoud. Je hebt eigenlijk niet de moeite gedaan om unieke inhoud te voorzien over jouw product of dienst of jouw bedrijf. Je hebt dat eigenlijk gewoon gekopieerd. Dus dat wordt als niet goed gezien is maar één van de zaken opnieuw die ik meegeef die daarin een hele belangrijke rol spelen. Wat is nog belangrijk? En dat vraagt een beetje inspanning, dus dat is niet altijd evident, maar zo belangrijk wel. Statische inhoud. Ik ga daar straks al het voorbeeld van een website die tien jaar lang niet veranderd was. Ja, ja dat klinkt al niet goed, hè? Een website waar tien jaar niets op gebeurd is, dat lijkt niet als een heel dynamisch bedrijf dat daar zit, zou ik denken, hè? Ja, laat staan dat de info nog up-to-date is, dat is nog een andere discussie. Maar Google wil voornamelijk ook dat een website in beweging is. Dus je moet daar updates op zetten, pas jouw linken eens aan, benoem nieuwe foto's, pas jouw tekst eens aan, schrijf die eens anders, geef wat nieuwigheden mee, zet een blogsectie op jouw website. Het zijn dat soort dingen die in die end als geheel het verschil gaan maken. Brengt mij nog bij een belangrijk punt dat we al kort aangehaald hebben, dat is de beveiliging. Ja? We zitten in een wereld waarin dat we met z'n allen zaken ook online bestellen, dat we contactformulieren invullen, dat soort zaken. Dus we willen niet dat onze gegevens als gebruiker zomaar te grappel gesmeten worden. Laat staan dat we natuurlijk nog veel zwaarder dingen zouden tegenkomen en dat bijvoorbeeld onze gegevens gehackt worden of dat er iets van onze bankrekening zou gaan. Nog veel slechter. Een van de zaken die daartoe bijdraagt is het zogenaamde SSL-certificaat. Dat is een certificaat dat aan jouw website gehangen wordt, zodanig dat dat ook meteen een hele veilige omgeving is. is trouwens te herkennen aan de S die achter de HTTPS staat, het voorvoegsel voor WWW en de verdere website. Ja, dus dat is ook iets waar dat je attent moet op zijn, daar kan je vandaag de dag eigenlijk niet meer rond. Nu, het brengt me eigenlijk al bijna bij het einde van mijn betoog, want jullie merken. SEO is een zeer breed iets. Er zijn heel veel aspecten waar dat moet aan gedacht worden op dat vlak. En ik hoop bij deze dat ik jullie vooral heb laten kunnen inzien van, kijk, één, SEO is belangrijk. Ik moet gevonden worden, hè, moet gevonden worden op wat ik specifiek doe. En twee, het is voor elke business vandaag de dag. dag hè. Dus iedereen die hier in de sessie zit, die heeft dat duidelijk door en die denkt daarover na, wat dat uiteraard een goede zaak is. Neem niet weg dat er nog altijd heel wat uitdagingen zijn voor KMO's. Bart gaf het voorbeeld. Ja, we zitten nu een beetje te struggelen de laatste weken, maanden, omdat we wegzakken in de zoekmachines. Wel, dan moet er uiteraard naar een aantal heel concrete dingen eens gekeken worden. Op de website, maar ook bijvoorbeeld off-page. Wat bedoelen we met off-page? Wel, dat wil zeggen alle aanpassingen die we kunnen doen, niet op de website, maar daarbuiten. Bijvoorbeeld via je social media, via backlinking op andere belangrijke websites en zo verder. Dat is eigenlijk al een beetje next level, maar het kan wel belangrijke effecten ook uh, in de goede richting sturen voor jouw website. En vergeet uiteraard niet updates te doen. Ik weet dat sommige mensen daar niet altijd de tijd voor hebben, ja? maar probeer daar aandacht voor te hebben of schakel uiteraard ook iemand professioneel. Dat brengt mij bij hetgeen ik jullie wil meegeven. Wij kunnen daar een enorme ondersteuning in zijn. In de eerste plaats, omdat wij altijd een heel degelijke analyse maken. Van hoe zit dat voor jouw bedrijf specifiek in elkaar? Wat zijn dingen die je goed doet? Wat zijn dingen die beter kunnen? Waar kunnen wij het verschil maken? En dat zowel op de website als daarbuiten. Dus dat kunnen wij met jullie delen. We gaan daarvoor graag met jullie in gesprek. Ik ben bij deze ook vragende partij. Spreek ons aan. Uh, geef ons jullie verhaal even mee, zodat we in discussie en in, uh, in dialoog met jullie kunnen gaan. Eh, want na deze sessie is het ook effectief de bedoeling dat we jullie nog niet eh, loslaten, zeg maar, en in het, eh, het wild sturen, zeg maar. Nee, we gaan jullie ook nog contacteren in de komende dagen, eh, om eens samen naar jullie verhaal te kijken. Eh, om te kijken naar hoe zit dat nu specifiek voor jouw business in elkaar, wat kunnen we voor jou op SEO-vlak gaan verbeteren. Rest mij nog mee te geven dat wij binnenkort ook nog een eh, andere sessie qua we webinar gaan geven. Namelijk, hoe start ik met mijn online business in het algemeen? Elk van jullie is daar meer dan welkom op. Ook daar zijn een aantal tips, tricks, bedenkingen te delen met elkaar. Dus wees zeker welkom. En dan zou ik zeggen: ik ga even uit mijn presentatie, dat ik jullie terug zie. En dan is er uiteraard nog ruimte voor vragen.